blijkt dat kinderen die de les volgen 2% slimmer zijn. En hoe heb je dat kunnen meten? Dat is mijn geodriehoek. De tafels van twee, of de tafels die God aan Mozes gaf met de 12 geboden. Waren er geen 10? Dat zijn niet de geboden van de katholieke kerk. Dat zijn de geboden die God gaf aan Mozes op de twee tafelen. Ja. Eerste gebod, bovenal bemin één God. Dat is hetzelfde als de katholieke, maar het tweede gebod niet. Het tweede gebod, dat was, gij zult nooit een beeldenis van uw God maken. En dat konden de katholieken natuurlijk niet gebruiken. Die hadden Christusbeelden. Die hangt aan dat kruis. En die hadden beelden van Maria en van heiligen. Dat was tegen het tweede gebod van God. En daarom hebben ze het zesde en het negende gebod ingevoerd. Doe het niet, geef geen ergernis. Doe nooit wat onkuisheid is. Lucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap en liegen. Wees steeds kuis in uw gemoed. Doe nooit wat onkuisheid is en wees steeds kuis in uw gemoed. Dat zijn juist dezelfde geboden. Dank u wel voor deze les. De volgende keer is seksuele opvoeding. Ik denk dat ze dat uitgevonden hebben om pornofilms te kunnen verkopen.